dacht, over wie heeft ze het? Is niet helemaal waar, hoor. Meestal niet thuis. Vond u het mooi? Tot nu toe? Vond u het vorige mooi? Moet ik eigenlijk straks herhalen, want Els van der Plas die daar zat, die is nu stiekem weggelopen, de baas van Nationale Opera en Ballet. Dus als je dacht, dit was mooi, er is meer waar je naar kan kijken. Els, je hoort straks wel dat ik een compliment heb gegeven voor je club. Of dachten jullie dat ik bedoelde de minister-president, of je het mooi vond? Als je meer behoefte hebt, de publieke tribune van de Tweede Kamer is vrij toegankelijk. En daar kan je ook meer over zien. Ik wil het proberen kort te hebben over wat mij boeit in het leven, wat mij boeit in DSM, wat wij doen. En het heeft iets te maken met de titel. Ik word ouder trouwens, ik moet af en toe een bril gebruiken, maar moet me niet kwalijk nemen. Af en toe heeft te maken met de titel van het congres. Zekerheden. Zekerheden, vrijheden, vrij van zekerheden. Zekerheden in een veranderende wereld. Voltaire, die zei, en ik zeg het in het Nederlands, ik neem aan dat hij het in het Frans heeft gezegd. Twijfel en onzekerheid, dat is niet prettig. Maar ja, zekerheid, dat is echt absurd. En hoe moeten we nou omgaan met die zekerheden? Elk mens hunkert naar zekerheden. Een maaltijd, een voedzame maaltijd, een dak boven je hoofd. Iedereen heeft zekerheden nodig. Nee, je moet niet zo vasthouden aan die zekerheden. Wees een beetje vrij van die zekerheden en hou daar niet zo aan vast. Onzin. Elk mens heeft bepaalde zekerheden nodig. Hunkert naar die zekerheden. Maar als die zekerheden ankers worden, waardoor we niet meer kunnen bewegen, niet meer durven bewegen, als die zekerheden zo stevig worden dat ze zorgen dat we vastzitten, dan belemmeren ze elke vooruitgang. En dat is heel riskant. Ik ben een bioloog en Darwin, een van mijn grote voorbeelden, waar je als bioloog tegenop kijkt, hij zag het allemaal in een vroeg stadium. U weet wat hij zei in misschien wel een van de bekendste en belangrijkste boeken van de historie, Origin of Species. U weet wat hij zei? Survival of the fittest. Weet u wat hij zei, wat hij schreef? To my own surprise, hij was echt verbaasd. It is not the strongest, it is not the fastest. It's not the one who is niet alleen sterk en groot enzovoort, maar het is the fittest who will survive. Nederlanders vinden dat heel moeilijk, want die denken de fittest, dat zal degene zijn die het vaakst naar de fitnessschool geweest is. En dat bedoelde die niet. Fittest in het Engelse woord van fit, to fit in. En degene die zich het best heeft aangepast. En je kan je alleen maar aanpassen. Hoe kan je nou aanpassen aan een veranderde wereld? Je kan alleen maar aanpassen als je bepaalde ankers lift en nieuwe ankers slaat. Je kan alleen maar aanpassen als je durft te veranderen. En Darwin zei, degene die dat durven, de soorten die dat durven, maar hetzelfde geldt voor ondernemingen, hetzelfde geldt voor mensen, hetzelfde geldt voor iedereen. Degene die dat durven, die overleven waarschijnlijk en die komen het verst. Dat was in het kort zijn stelling van de evolutie. En wij leven in een tijdperk waarin veranderingen sneller gaan dan in vorige tijdperken. We hebben tijdperken gehad in de middeleeuwen enzovoort, waarin veranderingen minder snel gingen. We hebben op het ogenblik een tijdperk waar veranderingen heel snel zijn. Laat ik er een paar geven. De groei van het oosten. Weet u wat er gebeurt in Azië? Daar wonen mensen. En steeds meer. En die hebben steeds meer te zeggen in de wereld. Europa en Amerika, we denken daar gaat het om. Dat is toch de westerse wereld. In 2100, en dat is niet zo heel ver weg. Veel van onze kinderen, ik heb het niet over kleinkinderen, veel van onze kinderen zullen 2100 meemaken. Meisjes die vandaag geboren worden, daar wordt een groot deel ouder dan 100. Dus in 2100 leeft 10% van de wereldbevolking in Noord-Amerika en Europa. Dus als we denken dat we de zekerheden van het verleden kunnen vasthouden, dat de wereld toch zwaar gedomineerd wordt door Europa en door Amerika, is dat een zekerheid die ik denk die we de korte termijn gaan loslaten. Azië heeft gewoon veel meer mensen. Die ontwikkelen zich, de economieën ontwikkelen zich.
En die zullen een belangrijke rol spelen in de wereld. Komen, waar we het net met de minister-president over hadden, van een hele andere historie. Geloof, achtergrond, een hele andere achtergrond. Niet zoveel christenen, niet zoveel islam op een aantal landen na. Heel veel boeddhisten. Als je erover nadenkt hoe hun achtergrond van de Aziaten straks een invloed gaat hebben op de wereld. En invloed gaat hebben op ons politieke, economisch, sociale systeem. Dan zegt de hele wereld gaat veranderen. We hadden het net met de minister-president over wat er hier gebeurt. 67 jaar, 71 jaar, 75 jaar. De meeste studenten gaven al aan. Nou, ik denk niet dat we het redden hoor, minister-president. Met die 2 jaartjes die erbij gekregen als we ouder, allemaal 10 jaar ouder zijn geworden. Ik wist niet precies wat voor vraag dat was, of iedereen nou nog langer wil gaan werken. Maar ik denk dat het antwoord inderdaad ja is. Dus die 75 jaar komt er ook wel een keer aan. En tegelijkertijd technologie. Technologie die een geweldige impact heeft op onze samenleving. Uber, kent u Uber? Verandert hoe we met taxis omgaan. Netflix, kent u Netflix? Verandert hoe we straks televisie gaan kijken en naar films gaan kijken. Iedereen hier heeft meer computer power in die iPhone of dat andere mobiele smartphone die u heeft dan er in de Apollo 11 zat die voor het eerst naar de maan ging. Het is ongelooflijk hoe die wereld veranderd is in de afgelopen jaren en hoe technologie een enorm impact heeft gehad. Voor onszelf, voor onze benefit, waar we gelukkiger mee zijn geworden. Bent u happy? Nou, dat was de vorige, de Veerstichting. Dit jaar niet zo, waar zit de organisatie? Ja. Bent u happy? Ja, dat is het antwoord wat ik nodig had, want ik vind het volledig onterecht. Mag ik u 2 minuten meenemen om u weer, zoals het hoort, gewoon ongelukkig te maken? Ja, niet erg als ik dat doe. Beetje vervelend word ik dan. U was vanochtend hier en vanmiddag hier, hè? De meeste van u. U heeft niet gevolgd wat er is gebeurd. U was hier, was bezig met eten, met andere mensen, interactie. Vanmiddag, vanaf 12 uur 's middags tot en met nu, niemand heeft het denk ik gevolgd, 3000 moeders die hun kinderen verloren. Iemand het opgepakt in de media, wat er vanmiddag is gebeurd? Allemaal te druk hier, ja. 3000 moeders vanmiddag die in hun eigen armen hun eigen kinderen zagen sterven. Bij gebrek aan voedsel. Nee, u heeft het niet in de krant kunnen lezen. Want het gebeurde vanochtend ook. En het gebeurt vanavond weer. En het gebeurt morgenochtend weer. En er is geen tekort aan voedsel op de wereld. En we zijn nog niet naar de volgende stap in onze beschaving gekomen. Zoals we op een gegeven moment hebben gezegd, het past niet meer bij onze tijd dat er slavernij is. Of we zijn nog niet in de volgende fase gekomen, zoals we 2000 jaar geleden hebben. Je kan niet mensen voor de lol tegen leeuwen laten vechten en daarnaar kijken. Je moet op een gegeven moment de volgende stap maken in je beschaving. We hebben nog niet de volgende stap in onze beschaving, terwijl we de rijkdom en de middelen wel hebben, om te zeggen dat we het niet normaal vinden wat er vanmiddag, vanavond en gisteren is gebeurd. De 67 rijkste miljardairs in de wereld. Zijn er maar 67. Dat is een klein clubje. Dat is zo'n beetje vak 1 daar. Ik weet niet of er mensen in zitten die miljardair zijn. Zitten er eentje? Ja. Okay. U behoort tot de gelukkige groep die veel geld hebben. En weet u hoeveel geld die 67 miljardairs hebben? Net zoveel geld als hoeveel anderen? De 3,5 miljard armste in de wereld, ja. De 3,5 miljard armste mensen in de wereld hebben net zoveel geld als vak 1 daar. Dat is de wereld die we hebben. De miljardrijkste mensen in de wereld, nou, dan neem ik vak 2, 3, 4, 5 en 6 erbij, denk ik. Want je hoort heel snel tot de miljardrijkste mensen in de wereld. Wij consumeren zo'n 40-45% van alle grondstoffen in de wereld. En misschien nog met de gedachte dat er 2 miljard mensen op de wereld zijn, nou, dat wel een eerlijke verdeling is. Maar met 7, straks groeiend naar 9 miljard, is het niet alleen oneerlijk, het is ook unsustainable. Het is natuurlijk ondenkbaar als Azië opkomt, dat 1 miljard zegt, nou, kijk, als we het nou zo verdelen, de helft is voor ons en er is nog zeker de helft over. Nou, dat gaat natuurlijk niet zo door.
Er is over lifting van ankers gesproken. De wereld zal anders worden. En laat ik het misschien hebben over de grootste uitdaging die we hebben. Naar mijn mening. De grootste uitdaging van onze mensheid. Klimaatverandering. We zijn stapje voor stapje bezig om deze aarde een enorme deuk te geven. In negatieve zin. En we weten het. Kijkt u wel eens naar de Copenhagen Climate Consensus. 10.000 wetenschappers die regelmatig polls moeten invullen over wat ze denken over klimaatverandering. Als je dat volgt en ziet wat er de afgelopen 10 jaar gebeurd is met 10.000 wetenschappers, is het scary. Want ze komen langzaam allemaal, de cynische mensen, de cynische wetenschappers, worden steeds een kleinere groep. De meesten die hun verstand gebruiken, de meesten die onderzoek lezen, zeggen, hey, er is iets heel vervelends aan de hand. Iets heel vervelends aan de hand. En we weten het allemaal. En we proberen wat te doen, maar we doen te weinig. 0,6 graden is al in de tas aan opwarming van de aarde. We zijn op weg naar 2. En dan gebruik je de uitspraak, God verhoede dat we inderdaad over de 2 komen. Want als we over de 2 graden Celsius komen, dan is er geen wetenschapper meer die zegt, ik weet wat er gaat gebeuren. Want de permafrost gaat smelten, we krijgen meer methaan uit de grond. Dat heeft 24 keer meer effect dan CO2. En we krijgen een zelfversterkend effect, ongeacht wat wij nog verder doen. En we zijn roulette aan het spelen of dat gaat gebeuren of niet. Niemand weet het zeker. Ach, Sybesma, jij weet het ook niet zeker. Nee, inderdaad. Maar ik wil wel bezorgd dat zoveel wetenschappers zeggen dat dit gaande is. En ik wou niet graag op rood of zwart inzetten voor de volgende generaties en zeggen, sorry, fout gegokt. Want de consequenties zijn enorm. En dat is de wereld waarin we leven ook. Sorry, dat was even die 2-3 minuten om dat gelukzalig gevoel van u weer even weg te nemen. U mag verder best wel gelukkig zijn de rest van de middag. Maar er is wel wat aan de hand in de wereld. Nou, de eerste logische vraag die je dan stelt is, wie heeft al deze ellende veroorzaakt? Kan die graag opstaan en op het toneel? Dan weten we in ieder geval wie het gedaan heeft. Natuurlijk een totaal niet relevante vraag. Veel relevanter is, wie kan eigenlijk deze ellende oplossen? Ah, daar hebben we wat aan. Wij allemaal. Nog sterker, het kan niet meer alleen van Mark Rutte komen. Of nog belangrijkere mensen, die zijn er nauwelijks meer, maar Obama of wat dan ook. Of Ban Ki-moon of wat dan ook. Niemand heeft de power en de kracht om dat alleen op te lossen. Dus ze zullen met elkaar moeten samenwerken. De oude paradigma's die we vroeger hadden, waar de wereld nog zo overzichtelijk was. Toen hadden we een koning, ja die hebben we nog steeds, maar de wereld is toch veranderd. Dan hadden we een koning en die keek zo'n beetje om zich heen. En dat is niet goed en dat verander ik en dat vind ik wel goed enzovoort. En die had gewoon directe impact. Vandaag de dag is de wereld totaal veranderd. Bedrijven, ik kom uit het bedrijfsleven. Bedrijven hebben gigantisch impact op deze wereld. Door de globalisering, door de power van bedrijven, de laatste 70 jaar. Bedrijven, als ze een fout maken met een olieboring, kunnen ze de hele zuidkust van Amerika voor 100 jaar onleefbaar maken. Nou viel het gelukkig mee, maar dat soort dingen kunnen gebeuren. Bedrijven kunnen een positieve invloed hebben op deze wereld. Een negatieve invloed. Een enorme impact. Nou, wat moet je doen met organisaties, met mensen die een enorme impact hebben? Enig idee? Carbon tax. Ja, maar wat doen we met die mensen die een impact hebben? Ja, het is altijd vervelend om in een audience dit soort vragen te stellen, want ik zoek maar naar één antwoord. Wat past in mijn verhaal natuurlijk? Dat is flauw. Goed in de gaten houden, gedragsverandering. Zie je wel? Samen met z'n drieën komen er. Als je heel veel power hebt, heel veel impact, dan hoop ik dat je heel veel verantwoordelijkheidsgevoel hebt. We moeten goed in de gaten houden of ze de juiste gedragsverandering hebben en het juiste verantwoordelijkheidsgevoel laten zien. Niks is ernstiger dan organisaties, bedrijven of mensen. Ik zeg dat bij ons altijd als mensen top-executive worden. Nou, behoor ik heel belangrijk. Ik zeg, nou krijg je heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ik heb heel veel invloed. Hier heb ik heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ik heb nu. En nu kan ik echt wat doen in het bedrijf. Je hebt heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Wat bedoel je nou, Sybesma? Als je heel veel impact, heel veel power hebt, dram niet te veel op je impact en power. Maar realiseer je wat de impact van die power kan zijn. In positieve en negatieve zin. En realiseer je dus hoeveel verantwoordelijkheidsgevoel je moet laten zien.
Niks is meer gevaarlijker als organisatie van mensen met heel veel power, heel veel impact en heel weinig verantwoordelijkheidsgevoel. En we hebben dramatische situaties gekend in de wereld daar, op dat terrein. En dat betekent ook dat je als bedrijven, als instellingen een veranderde rol moet spelen. Het is niet meer de wereld waarbij overheden het allemaal kunnen oplossen. En waarbij bedrijven alleen maar voor economische groei moeten zorgen. Of bedrijven alleen maar moeten zorgen voor banen. Het is niet meer dat de overheid hier staat, de publieke sector, en dat bedrijven hier staan, en dat je supranationale organisaties als de UN hebt die het allemaal voor ons oplost. We zullen veel meer met elkaar moeten samenwerken. We hebben veel meer verworven in elkaar gevlochten verantwoordelijkheden. Dat maakt het leven wel lastig. Ja. Als ik dit soort verhalen hou of op andere plaatsen spreek, zeggen soms mensen als kritiek tegen me. Wil je al die problemen oplossen? Ja, wil ook meehelpen oplossen. Ga je voor overheidje spelen, Sybesma, met DSM? Nee. Jawel, dat is een publieke verantwoordelijkheid. Nee. Dat was vroeger zo. Toen was dat een publieke verantwoordelijkheid. Maar met de impact en power die bedrijven hebben, kan je niet meer op die manier praten. Private instellingen hebben publieke verantwoordelijkheden. Maakt dat het leven complexer? Absoluut. Maakt dat het dat je anders met elkaar om moet gaan? Absoluut. Maar dat is de samenleving die we zullen moeten krijgen. En dat betekent ook dat de ankers die we misschien geslagen hebben en waar we misschien altijd op voortborduren, dat die weg zijn. Bedrijven hebben deels van de sleutels in handen. En ons systeem, ons economisch systeem, is een beetje 19e eeuws. We gaan ervan uit dat de economie zorgt voor banen en inderdaad de overheid zorgt voor ons allemaal. Dat is een beetje het systeem wat we hebben gemaakt. En de laatste jaren, de laatste decennia, zijn we daar heel erg verder op voort gaan borduren. De financiële sector. En we zijn op een gegeven moment gaan denken dat geld verdienen, weet je wat geld verdienen is? Dat is een doel. Oh, dat is interessant. Nou wordt het interessant. Ja, maar voor bedrijven en voor financiële instellingen. Veel geld verdienen, dat is toch je enige doel? Oké, laten we nog even teruggaan naar die economie in het begin. Is de economie ooit uitgevonden met geld verdienen is het doel? Of was dat een middel toen het begon met ruilhandel en toen we geld nodig hadden om het systeem draaiende te houden en met elkaar hier met z'n allen te leven? En natuurlijk is het van allen tijden geweest dat er mensen waren die meer hadden dan andere mensen. Het is van alle tijden geweest dat mensen elkaar soms het leven zuur hebben gemaakt. Maar de laatste 20 jaar is er zeker in die financiële wereld, is er zeker in de wereld van het bedrijfsleven ook een aantal dingen gebeurd die denk ik niet goed zijn en we ons systeem eigenlijk zullen moeten veranderen. Want als de wereld om ons heen niet succesvol is, zullen wij uiteindelijk allemaal niet succesvol zijn. En het doel van de economie is toch om een betere samenleving te hebben. En het doel van de economie kan toch niet alleen maar zijn om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat kan toch alleen maar een middel zijn tot een ander doel. En daar geloof ik in, daar geloven wij in bij DSM. Wij hebben 3 bottomlines. Niet 1. En we publiceren ze ook in het jaarverslag alle 3. Wat we doen op profitterrein, maar ook wat we doen voor deze samenleving, people, en wat we doen voor de planeet. Ja, dat is leuk. Natuurlijk, dat doen alle bedrijven. Feike. Je moet een beetje goed zorgen voor die planeet en een beetje goed zorgen voor de mensen. En daar kan je geen puinhoop van maken. Maar dat is niet je doel van je onderneming. Je doel is gewoon winst te maken voor je aandeelhouders. Nee. Ons doel is om winst te maken voor onze aandeelhouders, maar ook om deze planeet als primair doel beter achter te laten en ook voor deze samenleving te zorgen. Nu ga je voor overheidje spelen. Nee, nu gaan we niet voor overheidje spelen. Dat is het doel van onze organisatie. Daar zijn we gewoon mee bezig. En ik hoop dat alle ondernemingen daarmee bezig zijn. Als primaire doelen. En natuurlijk hoort winst maken er ook bij. Er is geen model bij ons nog ontwikkeld. We hebben het wel gevraagd of iemand anders kan bellen en die elke vrijdagmiddag met een geldwagen zo het geld op de stoep legt. Dan is het profit maken een beetje makkelijker geworden. Dat model is niet uitgevonden bij ons. Dus we moeten natuurlijk onze eigen broek omhoog houden. En natuurlijk moeten we ook zorgen voor onze aandeelhouders. En natuurlijk moeten we zorgen dat we geld verdienen. Maar we hebben 3 primaire doelen. People, planet, profit. En dat betekent ook dat je je bedrijf misschien anders moet gaan inrichten. Dat je meerdere doelstellingen hebt. Dat je je top anders beloont. En ook naar deze 3 doelstellingen. En dat je verder kijkt naar ons systeem. Hebben we een juist systeem? Wat ook die people, planet, profit gedachte weergeeft. Kijk naar ons belastingssysteem. 60% van de inkomsten van overheden komt uit belasting op arbeid. In allerlei vormen. Niet alleen maar inkomstenbelasting.
De meeste belasting heeft ergens te maken met arbeid. En niet met het gebruik van grondstoffen. Dus we maken het moeilijker om te gaan werken. We maken het makkelijker om schaarse grondstoffen te gebruiken. Ja. Dat is een logische gedachte vanaf 100, 200 jaar geleden. Toen we heel anders naar die wereld kregen en niet meer maar 1 miljard mensen leefden. Maar als de wereld veranderd is, moet je even gaan nadenken of je dat oude systeem nog steeds in stand wil laten. En of er misschien een aantal dingen zouden moeten veranderen. De wereld moet je netjes achterlaten voor je volgende generaties. De enige manier waarop ik aan mijn twee zoons kan uitleggen dat ik zo vaak weg ben en zo vaak reis, is als ik ze ook kan uitleggen dat de jonge generatie DSM'ers mij vertellen: DSM, dat staat voor doing something meaningful. We hebben DSM over de jaren veranderd. Het was inderdaad een kolenbedrijf. Het is een bulkchemiebedrijf geworden na de Tweede Wereldoorlog. Mamma mia, ik was er niet bij. Maar we hebben wat ankers gelift op dat moment. Om van een kolenbedrijf waar 40% van heel Nederland kocht onze kolen. En de chemiejongens die zeiden, kolen die gaat eens ophouden. En de kolenjongens zeiden, nee, dat houdt nooit op. Dat kan je bewijzen trouwens. 40% van Nederland is afhankelijk van de kolen van ons. Nederland gaat niet ten gronde. Dus Nederland blijft kolen gebruiken en dus wij blijven bestaan. Nou, dat is een simpele redenering. Dus daar hoef je ook geen zorgen over te hebben. De chemiejongens geloofden dat niet. En die hebben hun bedrijf veranderd. We hebben ankers gelift en een chemiebedrijf van gemaakt. Fijn, want later werd er steeds meer gas gewonnen in het noorden. En stopten al die Nederlanders in het gebruik van kolen en gingen we over op gas. De laatste 15 jaar hebben we dat bedrijf wederom veranderd. Van een bulk chemiebedrijf naar een life sciences en material sciences bedrijf. Naar een bedrijf dat zich richt op voeding. We zijn de grootste voedingsmiddelen-ingrediëntenproducent ter wereld. En pharma. Geneesmiddelenproducent, de tweede grootste producent van geneesmiddelen voor de farmindustrie. En hoogwaardige materialen om auto's lichter te maken, om zonnecellen efficiënter te maken, om uit afvalresten van planten energie, groene energie en dat soort dingen te maken. Dat is het DSM van vandaag. DSM van vandaag als grootste voedingsmiddelen-ingrediëntenproducent in de wereld heeft gezegd op een gegeven moment, dan moeten we ook de Verenigde Naties met dat voedingsprobleem helpen, wat ik net heb gezegd. We zijn er 8 jaar geleden mee begonnen. Men verklaarde me voor gek met de UN samenwerken. Dat is zo'n bureaucratische club. Daar krijg je nooit wat voor elkaar. Daar was ik ook bang voor. Maar ik was getriggerd door een Afrikaanse president, die tegen mij en anderen in een meeting zei, al die jullie westerlingen, vervelende mensen met al die voedselhulp en al die slechte voedsel, geen vitamines, mineralen, alleen maar koolhydraten. Al die mensen van mij blijven leven, worden allemaal ziek. Je moet eens een keer zorgen voor goede voeding. Vroeger gingen de mensen tenminste dood in mijn land. Ik zei, sorry. Ja, want nu worden ze ziek en blijven leven, dan word ik nog armer. En dan ben ik nog verder van huis. Nou, dat is een bold statement, maar ik begrijp wat u bedoelt. Gaan we oplossen? Ja, sure. Ja, also another white face. Nou, ja, oké. Hebben we gedaan. Vandaag de dag helpt DSM meer dan 20 miljoen mensen via de UN wereldwijd aan een andere voeding. Ik weet, er zijn meer dan 1 miljard mensen die tekort hebben. En die 20 miljoen waar wij mee kunnen helpen is maar een klein deel van het geheel. Als alle bedrijven in de wereld dit soort dingen zouden doen, terug naar wat ik in het begin zei, zouden we een volgende stap maken in civilization. En zouden we in ieder geval niet meer doodgaan. Dan zouden er geen kinderen meer sterven in de handen van moeders, omdat er geen eten meer is. Ik rond bijna af. Ik begrijp de hint heel goed. Ik ben er nog niet helemaal. Maar dat waren overigens die verandering van DSM niet helemaal makkelijke besluiten. Natuurlijk is niet iedereen het daarmee eens. Natuurlijk als je het bedrijf verandert, weet je ook niet zeker wat er straks gaat gebeuren. Je hebt een visie, je hebt een beeld. Wist ik het ook allemaal zeker? Nee, natuurlijk niet. Namen we daarmee risico's? Ja. Zijn er daarmee soms oud-bestuurders die zeggen, nou, wat wij hebben gebouwd, je verandert wel een heleboel dingen. Dat is wel waar. Maar we blijven op jullie schouders staan, zoals ik dat zeg. En ik ben ook mijn generatie die het doorgeeft aan hopelijk een volgende generatie. Hoe doen we dat? Een klein ding, ik rond bijna af. Wat wij heel vaak gebruiken bij veranderingsprocessen is waarom we gaan veranderen, wat we willen gaan veranderen, wie het willen gaan veranderen. Stop. Hoe we het gaan veranderen. Klassieke fout die veel organisaties maken.
Ja, ja, begrijp wel waarom we willen veranderen en wat we willen veranderen. En dan moeten wie en allemaal samen. Maar hoe gaan we het doen? Dat is de vraag. Nee, dat is helemaal niet de vraag. Dat is helemaal niet de vraag. Als je te snel naar het hoe gaat, kom je er nooit uit. Want je zal zien dat de mensen niet helemaal gesynchroniseerd zijn en toch verschillende gedachten hebben over het fundamentele waarom wil je wat veranderen door wie. En als organisaties langer stilstaan bij waarom wil je wat veranderen door wie, ben ik ervan overtuigd dat het hoe sneller op tafel komt en dat dingen uiteindelijk sneller gaan. En dat proberen we te doen bij DSM. Nieuwe oplossingen te vinden. Keuzes maken. En natuurlijk hebben de keuzes consequenties. En natuurlijk weet je niet alles van tevoren. Afronding. Hoe kan u hierbij betrokken? En ik hoop dat u betrokken wil zijn in die verandering van die samenleving. En ik begrijp, iedereen hunkert naar zekerheden, wat ik in het begin zei. Maar hoe kunt u betrokken zijn? Kunnen we allemaal betrokken zijn? Ja. Ik weet niet of u de film Paying Forward kent. Anders zou u die eens moeten bekijken. Hoe een klein jongetje een enorm effect op de wereld heeft gehad door een aantal initiatieven te nemen die effect hadden op andere mensen en vroeg of zij hetzelfde wouden doen. En als we hier, met name bij deze club, bij de Veerstichting, als we hier zitten met topstudenten, mensen uit het bedrijfsleven, uit de overheid, uit andere sectoren, die zich daarmee verbonden voelen, een gevoel hebben, hé, wij kunnen een impact hebben op die samenleving. Wij kunnen daarin meedoen via een Paying Forward initiatief. En we kunnen sommige ankers liften en nieuwe ankers slaan. Dan kunnen we al die negatieve dingen die ik net noemde van deze samenleving oplossen. Met elkaar. Niemand heeft de power om het alleen te doen. Want ik sluit af met een zin die ik heel vaak gebruikt heb. Maar daarmee wordt hij niet minder waar. En ik heb hem al een keer in het Nederlands gezegd, maar ik zeg hem vaak in het Engels. Dus waar ik diep in geloof. You cannot be successful. Don't even dare to call yourself successful in a world that fails. Thank you.